mij zou dat ook kunnen. Alleen wat er nu gebeurt in jullie hoofd, dat heb ik ook meegemaakt. Dat je denkt, dat gaat niet. Dat lukt niet. Dat is lachelijk, wat een idioot. Ik heb er geen pijlbreker op die nek, gek. En toch heb ik het gedaan. En ik heb het een ander zien doen. En toen dacht ik, oké, als hij het kan, zou ik het ook kunnen. What the fuck, ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon, ik heb het gewoon gedaan. En dit symboliseert zo sterk het wel of niet meedoen met een succesbedrijf. Het wel of niet instappen bij een team. Je weet nog niks. Je bent op Costa Rica Brunson geweest. Wie zegt dat dat allemaal wel klopt wat die Brekelmans vertelt? Dat weet je niet. Maar soms moet je dingen gewoon doen om te leren, om de ervaring op te doen, zodat je zelf na 2 maanden kunt zeggen, wow, wat is dat gaaf. Of je zegt na 2 maanden, nee, dat is niks voor mij. Druk op de knop, je betaalt niks meer, je houdt op. Einde oefening. Dus je gaat in die zin geen contract? Niks. Aan de Donald Duck zit je langer vast. Ja. 3 maanden opzicht voor mij. Ja. Ja. Durft iemand dat? Wat wil je precies? Durf je dat? Ik heb het bij Tia. Durf je dat? Bij Tiva van Ed kon ik het ook doen. Specifiek met het nee gezegd. Ja? Hey, applaus voor deze man. Schattige man. Je durft ook? Wil je dat eens proberen? Ik heb het ook aan een oor gekregen. Er gebeurt iets met je, hè, vriend. Iets heel moois, hè. Realiseer je dat goed? Ik pak wat van je. Ja, doe me niet. Dat moet ik afgeleid. Bij Tia van Erker hebben ze gedaan. Achter, hè. Ja, dan voor. Ja. Ik heb dat gedaan. Afgelopen 3 november heb ik een seminar gehouden in Veldhoven. Had ik 90 mensen in de zaal. De hele dag heb ik over geld gesproken. En aan het einde van de dag heb ik mensen geholpen om over hun angsten te komen. En ook dat heb ik gedaan. 7 dappere dodo's zijn het podium opgekomen en die hebben dat gedaan. En de ontlading bij die mensen was fantastisch om te zien. En daar moest ook muziek bij, omdat je die muziek... Nou, ik heb hem vanmiddag even weer gehoord en ik moest gelijk weer aan dat moment terugdenken. Ja, je zat er weer. Dat is een ankertje dat ik heb aangemaakt op dat moment